Welkom bij de behandeling van Marcus. We beginnen met het 10e hoofdstuk en ik lees zometeen de versen 1 en 2 voor. Even een klein stukje vooraf. Jezus heeft de leerlingen gemaand om vooral vrede onderling te bewaren. Geen gekibbel meer over wie de grootste of de kleinste is en wie de belangrijkste plaatsen mag innemen. Dat komt later wel weer terug, dat thema. Maar eerst gaat het erover dat Jezus een reis onderneemt vanuit Galilea naar het zuiden toe, richting Jeruzalem, Marcus 10, vers 1 en 2. Hij vertrok uit Capernaum naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan. En de mensen verzamelden zich weer in grote getalen om hem heen. Hij onderwees hen zoals hij gewoon was te doen. Er kwamen ook fariseeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen. Jezus gaat onderweg naar het zuiden. Dat is niet zonder gevaar. Wat dat betreft was Galilea toch een wat veiliger gebied voor hem. In het zuiden zijn er twee soorten vijanden. De geestelijke leiding van Israël, fariseeën, schriftgeleerden. Die zijn al duidelijk aan het nadenken over een gedeelte van hem tenminste. Hoe ze Jezus van kant kunnen maken, even simpel gezegd. En je hebt daar natuurlijk nog eens een keer weer Herodes Antipas. Die is ook wel de viervorst over Galilea en in die zin daar ook al een gevaar. Maar hij woonde in een groot fort ten zuiden van Jeruzalem. En waar Jezus naartoe reist is daar zo ongeveer wel in de buurt. Herodes Antipas heeft ervoor gezorgd dat Johannes de Doper onthoofd werd. En hij zou heel graag Jezus willen ontmoeten, want hij denkt dat het Johannes de Doper is die opnieuw uit de doden is opgestaan. Het regeergebied van Herodes, Perea, zowel aan de ene als aan de andere kant van de Jordaan. Gevaarlijk dus, dubbel gevaarlijk. Plaats ook waar Johannes zelf doopte. Hoe gaat dat? Is Jezus de opgestane Johannes? Nou ja, in elk geval, Marcus die beschrijft het op een manier waarbij een aantal uitleggers wel verwarring oproept. Want het is net alsof het overjordaanse het einddoel is. Jezus gaat op weg naar Judea en naar de overkant van de Jordaan. Maar dat is niet een logische route naar Jeruzalem. Een logische route zou wezen aan de overkant van de Jordaan, naar het overjordaanse, naar Perea zeg maar. En dan de Jordaan over en via Jericho naar Jeruzalem toe, naar Judea toe. Maar dat zou ook best zo kunnen wezen. Ook de volgorde waarin Marcus het noemt, hoeft niet beslissend te wezen voor de volgorde van de route. In elk geval. Hij schrijft dat er een menigte op Jezus afkomt. Om precies te wezen, hij gebruikt een meervoud, menigten. Even waarom. Jezus is ook in deze streek al heel lang bekend. Er zijn mensen uit deze omgeving bij hem geweest om naar hem te luisteren. Net zoals ze op Johannes de Doper afkwamen. Hij is bekend als wonderdoener, als genezer, als boodschapper. En dus komen er mensen op hem af. En het beeld dat Marcus schetst is een beetje een menigte die voortdurend van vorm en omvang verandert. En de ene dag er weer zo uitziet, de andere dag er weer zo uitziet. Met nieuwe mensen, mensen die weggegaan zijn, anderen die ze vervangen hebben. Verschillende samenstellingen op verschillende momenten. En Jezus geeft onderwijs. Ook dat is niet nieuw, daar is hij al mee begonnen. Hij heeft in zekere zin het onderwijs, de boodschap van Johannes de Doper al overgenomen, helemaal in het begin. Koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij legt dat uit. En hij doet dat nu ongetwijfeld weer. En op de hem bekende manier, gezaghebbend. Daar hoef je geen twijfel over te hebben. En dezelfde verbazing die toen tijdens de luisteraars al overviel als ze Jezus hoorden, zal nu ook weer geweest zijn. Hij spreekt als de auteur zelf. Hij onderwijst mensen. En dan zijn daar ook de fariseeën die op hem afkomen. Staat er letterlijk. Het is op zich niet onmogelijk, want met name in en rondom Jeruzalem heb je een concentratie van geestelijke leiders van Israël. Daar woonden ook de rijke priesterfamilies. En de vooraanstaande fariseeën en schriftgeleerden hadden daar ook hun plek. Dus ja, het is in de buurt. Dus ze zullen daar misschien wel gelegenheid voor genomen hebben om Jezus eens even aan de tand te voelen. Hebben ze al eerder gedaan over het eten van Aaron op de Sabbat, op de rustdag die God gegeven heeft, of dat wel kan. Over eten zonder dat je handen wast, of dat dan wel kan en zo. En daar hebben ze een tamelijk scherp weerwoord van Jezus gekregen.
En nu, zegt Marcus, zijn ze erop uit om hem te beproeven, te testen, om hem als het kan te ontmaskeren. En ze stellen dus een vraag over de echtscheiding. Ja, dat komt verderop in dit Bijbelgedeelte, maar daar gaat het over. En dat is een vraag, een zaak die in Israël vooral een mannenwerk is, een mannenzaak. Want het is wettelijk alleen de man toegestaan om van de vrouw te scheiden, omgekeerd niet. Een scheiding is een zaak van de man. Hij schrijft een scheidingsbrief, geeft die mee aan de vrouw enzovoort. En de consequenties daarvan zijn natuurlijk dan ook voor de vrouw, maar de man beslist. Pure mannenzaak. Daarom ook die vraag zo, mag een man scheiden van zijn vrouw? Mag hij zijn vrouw verstoten? En het eigenaardige is over deze vraag, het is een hele eigenaardige vraag op het eerste gezicht, want dat mag, daar zijn alle geestelijke leiders wel zo ongeveer over eens. Je hebt daar twee scholen in, een van Shammai en een van Hillel, die wel verschillen over een aantal dingen, maar niet hierover. Ze zijn het er wel over eens dat mannen dat mogen doen. Dus waarom stellen de fariseeën die vraag eigenlijk? Wat willen ze hiermee? Nou, misschien omdat het wel een gevaarlijke vraag is, juist in die streek waar Herodes de Viervorst over is. Want daar ging het conflict van Johannes de Doper over. Die zei tegen Herodes, je mag niet getrouwd zijn met de vrouw van je broer die nog leeft. Dat is een fout huwelijk. En dat viel bij Herodes verkeerd, maar dat viel bij die vrouw, bij Herodias, al helemaal verkeerd. En die wordt dan ook de aanstichter van de dood van Johannes de Doper. Nou, die hele geschiedenis is al eerder in het Marcus-evangelie verteld. Maar het maakt wel dat dat hele debat over mag dat nou of mag dat nou niet, dat meteen op het scherp van de snede is. Want het is meteen een halszaak wat hij hier nou over zegt. Kijk, de fariseeën hebben ongetwijfeld van tevoren zitten nadenken over die vragen. Hebben bedacht of hij houdt er een extreem standpunt op na, waarbij hij de gunst van het volk verliest. Of hij gaat tegen Herodes in. En dan is het ook mis, want dan loopt hij het risico dat hij zijn hoofd net zo verliest als Johannes de Doper. Hoe dan ook, de kans dat dit voor Jezus fout afloopt, is niet klein, is stevig. Dus wat zal hij zeggen? Nou, daar ga ik nu niks over zeggen, dat komt in het volgende filmpje met een beetje geluk. Maar het maakt al iets duidelijk van de spanning waarin die ontmoeting en dat debatje wat plaatsvindt, zich afspeelt. Het is een situatie van vijandigheid en het is de vraag wat Jezus daarmee doet en daarover zegt. Tot zover. Mogelijk tot ziens, in elk geval God zegen toegewenst.